Deze video is een reactie op een andere video, een reaction, op, daaronder link, ik link daarnaar in deze video en in de beschrijving. En het gaat over hoogbegaafdheid. Ik laat nu ook het filmpje zien, en, maar eerst stel ik mezelf even voor aan degene die het filmpje heeft gemaakt. Beste Lisanne, mijn naam is Patrick van der Lee of Patrick Allen. Ik herken mezelf in jouw filmpje, maar ik heb wel een aantal puntjes die ik erop kan aanmerken. En die wil ik ook graag delen met de wereld. Hoe heet het? Ik ben niet geschoold, ik heb geen diploma's om de reden die jij omschrijft in het filmpje. En ik zit momenteel overspannen thuis vanwege mijn werk, om de reden die jij omschrijft in het filmpje. Dan gaan we nu even kijken naar het filmpje. In mijn werk met begaafde en hoogbegaafde mensen merk ik dat ze zich vaak eenzaam of onbegrepen kunnen voelen. Ze kunnen zich anders voelen omdat ze anders denken. Ik heb inmiddels een soort standaard verhaal bedacht in hoe ik het inzichtelijk kan maken voor de mensen, hoe het kan voelen om anders te zijn en waar dat aan ligt. Dat verhaal wil ik graag met jullie delen. Alvast excuses voor mijn mooie creatieve talenten. Ik hoop dat die in ieder geval wel duidelijk is. Er zijn in deze wereld grofweg twee soorten mensen. Laten we ze de vierkantjes en de rondjes noemen. Er zijn heel erg veel vierkantjes. Laten we zeggen, 99% van de mensen zijn vierkantjes. Nou is dit niet zo erg. Er zijn verschillende vormen en maten van mensen. Het jammer is alleen, de vierkantjes hebben een vierkante bril op. Die zien alleen maar vierkantjes. Op het moment dat vierkantjes een rondje zien, denken ze, goh, dat is een raar vierkantje. Die zegt rare dingen of die doet rare dingen, maar ja, het is wel een vierkantje. Hij ziet er gewoon wel gek uit. Daarnaast hebben we ook nog de school. De school heeft ook een soort vierkante bril op, want die is vaak zo vierkant als maar zijn kan. En je diploma is uiteindelijk ook vierkant. Ja, en dan ben je een rondje. Wat veel rondjes dan gaan proberen te doen is een beetje rekken en strekken. Of een beetje veel rekken en strekken. Ze gaan proberen zo vierkant mogelijk te zijn, om er maar een beetje bij te passen. Ja, die vierkantjes die zien dat en dat is rekken en strekken en die denken, god, dat is wel een raar vierkantje hoor, want die heeft een beetje afgeronde hoeken, die staat ongelooflijk zijn best te doen. Maar ja, dat is nog steeds een heel raar vierkantje. Dan hebben we nog steeds de wereld. De wereld is misschien rond, maar laten we nu zeggen dat de wereld vierkant is, omdat er zoveel vierkantjes zijn. Dan kun je een aantal conclusies trekken. De vierkantjes gaan het waarschijnlijk niet snappen. Die hebben een vierkante bril op. Er zijn wel vierkantjes zonder vierkante bril op, dat scheelt. Maar nog steeds ben je misschien een beetje een gek vierkantje, ook als je ongelooflijk je best doet. Dat rekken en strekken, je wordt er nooit vierkant van en het kost heel veel energie. Daarnaast, als de wereld vierkant is, zijn de plekken voor de vierkantjes misschien iets vanzelfsprekender dan de plekken voor rondjes. Dat betekent niet dat er geen plek is voor een rondje. Dat betekent wel dat je ze misschien zelf moet maken. Dat je je plek een beetje moet opeisen op een ronde plek. En niet proberen heel erg een vierkantje te zijn. Dan hebben we ook nog de school en voor de volwassenen de werkplek. Je diploma en de school zullen altijd vierkant blijven. Dat betekent niet dat er geen plek is voor rondjes. Het kan alleen wel zo voelen. Ronde plekken maken in een school is ongelooflijk belangrijk, zodat je je als rondje kunt ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook nog de andere rondjes. Het zijn er misschien niet zoveel, maar je herkent ze wel als je ze ziet. Zoek ze op, want die zijn ongelooflijk belangrijk in deze wereld. Zij kunnen je meer het gevoel geven dat het oké is om een rondje te zijn. En dat is ongelooflijk veel waard. Hopelijk is dat een beetje een wijze les. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het maken van deze fantastische uitleg. Ik herken mezelf in het filmpje, zoals ik al heb gezegd. En mijn moeder, die heeft mij laatst ook verteld dat er in mijn jeugd door meerdere specialisten is bevestigd dat ik hoogbegaafd ben. Alleen, nou is het zo dat ik gescheiden ouders heb en dit is geen verwijt. Maar, daar is later niet zoveel mee gedaan.
Ik heb zeg maar, laten we zo zeggen, een zware jeugd gehad. En dat soort dingen. Ik heb gewerkt in een sociale werkvoorziening. Daarvan zit ik nu overspannen thuis. Ik ben van mening dat dit de reden is dat de SW is afgeschaft. Want het is een erg vierkante plek. 80% tot 90% valt onder de omschrijving die jij geeft in dit filmpje. Namelijk niet alleen mensen met hoogbegaafdheid, maar mensen in het algemeen met een beperking of een verstandelijke handicap. Daarnaast omschrijf je in dit filmpje, omschrijf je in dit filmpje ook dat er heel weinig rondjes zijn en heel veel vierkantjes. Laten we zeggen dat, even in dit voorbeeld, dat 1% van de Nederlandse bevolking hoogbegaafd is. Het probleem alleen daarmee is dat als je zeg maar gaat kijken naar alle statistieken, dan zou je zien dat er wel meer beperkingen zijn waarvan er maar 1% is. In het Engels hebben ze wel eens de 1% club. Of ze zeggen, you're part of the 1%. 1% van de rijkste, 1% van dit, 1% van zus. Inderdaad, in dat geval zijn de rondjes erg schaars. Dus dat is een kanttekening. Ik vertel graag verhalen en ik deel graag mijn ervaring. Ik loop momenteel bij het GGZ en ik wil mijn erkenning voor hetgeen wat jij hier omschrijft. Omdat ik weet dat het al eens bevestigd is in het verleden. Dus ik laat mij nu op mijn 31ste gewoon hertesten. Maar zoals ik al zei, dit is de reden dat de maatschappij gaat veranderen. De maatschappij verandert langzaam. Maar ik denk wel dat het ooit zover gaat komen. Ik wou je nogmaals bedanken voor het maken van het filmpje. Ik wil er wel bij zeggen dat ik test graag mensen. Oké? Ik lees ergens iets, ik hoor iets van mensen en dan ga ik dat testen. Dat betekent dat ik nog wel eens mensen op de kast jaag. En sorry, dat zit in mij. Dan zie je gelijk een stuk van mijn persoonlijkheid, Lisanne. Ik heb ook een vorm van autisme, namelijk pedodermos. En ik ben gediagnosticeerd met ADHD vroeger. Hoogbegaafdheid, pedodermos, ADHD. Momenteel ga ik dus door een moeilijke periode heen. En ik ben heel erg bezig met mezelf aan het diagnosticeren. Ik merk dat dit niet werkt. Want ik herken mezelf overal in, zelfs in borderline en dat soort dingen. En gespleten persoonlijkheid begin ik me ook in te herkennen. Anyway, veel aan de hand dus. Wat ik wou zeggen. Ik heb dit filmpje aan 2 tot 3 tot 4 tot 5 mensen laten zien. En allemaal zeggen ze in ieder geval over mij. De meeste zeggen in ieder geval, ik herken dit niet in jou of ik kan het niet bevestigen. Daarnaast zeggen ze ook allemaal, ja, maar dit kan op meerdere dingen van toepassing zijn. Dus. Daarnaast ken je het spreekwoord soort zoek soort. En birds of the same feather flock together. Je zoekt elkaar op, maar dat doe je niet bewust. Dat gaat namelijk automatisch. Dit weet jij natuurlijk ook als kinderpsycholoog en als psycholoog in het algemeen. Mensen zoeken elkaar onbewust op. Ik speel graag poker. Ik herken pokerspelers. Ik heb een vorm van autisme. Ik herken autisten. Ik ga om met meerdere mensen ik zit in begeleid wonen. En zelfstandig begeleid wonen. Dus ik ga al vanaf mijn 18e om met mensen met een handicap. Zowel privé als in de GGZ-sfeer. Je trekt elkaar onbewust aan. Ik vermoed dat iedereen in mijn verleden wel een beetje in hetzelfde hoek zit.
Daarnaast is hoogbegaafdheid en autisme genetisch aangetoond. Dus als iets in, dus even voor de kijkers, als autisme in 1975 pas is ontdekt, dat wil niet zeggen dat het vanaf dat moment pas bestond. Ik denk dat autisme een gevolg is van evolutie en hoe de maatschappij is gevormd de laatste tijd. Dit kan je in meerdere voorbeelden kan je daarop geven. Daar heb ik nu even geen zin in. Tot slot. Bedankt voor het maken van het filmpje, Lisanne. En daarnaast, ga ik mij bijvoegen in de strijd om deze maatschappij wat verdraagzamer te maken. Dankjewel voor het kijken. Kijk, in het videootje, ik ben Patrick Ellen, ik ben de alter ego. Kijk, in het videootje wordt natuurlijk ook gezegd dat mensen met hoogbegaafdheid anders denken. En dat is lastig om te zien voor mensen, want je kan wel zeggen, het is heel makkelijk om te zien dat iemand anders is, maar je kan niet zien dat iemand anders denkt, of dat iemands brein anders werkt. En dat is waar het verschil zit, dames en heren. Dat is precies waar het verschil zit in het filmpje. Klein detail. Of je kan aan de buitenkant zien dat iemand anders is, maar je kan niet in iemands hoofd kijken. Snapt u?